Ga met je mes over de boterhammen. Hey hallo en welkom bij een nieuwe video bij idevi.com, de website en het YouTube kanaal. En we gaan weer iets leuk doen, denk ik, vandaag. Ik had deze video die ik nu ga maken al eens online gezien in een Engelstalige versie. En ik dacht meteen van, dat wil ik ook wel eens doen met mijn eigen zoon van 8. We gaan vandaag leren programmeren door een boterham met choco te smeren. Nou, hoe gaan we dat doen? Dat denk je misschien wel, dat is net het grappige van het verhaal. Mijn zoon weet eigenlijk nog van niks, maar ik ga hem vandaag even computationaal denken aanleren. Dus hij gaat mij programmeren als een computer om een boterham te smeren. Lucas? Hallo. Voilà. Lucas, vandaag gaan we video's samen opnemen. Hoe oud ben jij? 8. 8 jaar. En ben jij een slimmerik? Ja. Ja? Ik ben de slimste van de klas. De slimste van de klas. Oh ja, dat is goed. Dan gaat dat vandaag lukken. Wel, ik ga vandaag een robot spelen. Ja? Ja? Een robot kende. Ja. Voilà. En ik ben een domme robot. Ja. En jij moet mij gaan programmeren. Weet je wat programmeren wil zeggen? Nee. Nee. Programmeren wil eigenlijk zeggen dat jij gaat opschrijven, stap voor stap, lijntje per lijntje, wat ik moet doen om een boterham met choco te smeren. Jij moet dat allemaal opschrijven, zodat ik dat moet doen. Ik heb een mes, ik heb een zak met brood en boterhammen en ik heb een pot choco. En die pot choco is dicht, hè. En dan ga jij opschrijven wat ik moet doen om die boterham met choco te smeren. Ja. Snap je? Dus wat zou bijvoorbeeld een eerste stap zijn? Twee boterhammen pakken. Twee boterhammen pakken. Ja, oké, dat is een goed idee. Wel, ga jij dat eerst opschrijven en dan het tweede dat ik moet doen, en dan het derde en dan het vierde, en dan ga ik dat doen. En ik ga letterlijk doen wat jij opschrijft. Oké? Okay? Ik ben benieuwd. En ben je klaar? Ja. Hoeveel stappen heb je? Vijf. Vijf stappen. Allee. Ik zal ze eens overlopen en zien dat ik met jou een boterham kan smeren. Stap 1, twee boterhammen pakken in een mes. Oh. Ik zal u houden. Hè? De zak is al open. Want eigenlijk, twee boterhammen pakken in een mes. Draai de chocopot open. En steek je mes in de pot. Ga met je mes over de boterhammen. Pak de andere boterham en leg die op de andere boterham. En neem de boterham vast en steek die in je mond. Nee. Zijn we vergeten? Ja. Ik ben vergeten haaienmes. Opnieuw? Ja. Volgende stap? Ja. En haal je mes uit pot choco. Ga met je mes over de boterhammen. Pak de andere boterham en leg die op de andere boterham. En neem de boterham vast en steek die in je mond. Heb je nu een goede boterham? Ja. Nee. Neem choco mee. Oké. Neem de mes uit de pot. Goed. Ga met je mes over de boterhammen. Oké, dat is al goed. Pak de andere boterham en leg die op de andere boterham. Neem de boterham vast en steek die in je mond. Voilà, geprogrammeerd. Ja. Vind je programmeren leuk? Nee. Voilà, vandaag hebben wij geleerd om een boterham met choco te programmeren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken en op het belletje te klikken. En dan zie ik weer bij de volgende video. Tot de volgende keer.